Van de zonslaat. Hartlike goeiemôre. Ek is Francois Steinberg. Vandag is Woensdag 27 Mei. Vandag natuurlik 'n baie belangrike dag. Die begroting word ter tafel gelê. Baie sterkte aan ons finansies minister. Hierna gaan ek en Jo met die daddy met julle gesels oor al die nuus vandag in Republikein en natuurlik ook oor die begroting. Skoliere wat Nederlands as vak neem, kry by meer as 20 skole in 6 lande nou ook blootstelling in Afrikaans. Ons redakteur Dani Booysen gesels met Joris Cornelissen in Utrecht. Baie welkom aan Jo Marie Daddy. Môre Jo Marie. Môre Françoise en môre al ons kykers. Jy het vandag 'n baie groot dag. Dit is die begroting. Ek gaan besig wees. Ek hou van jou kop. B-dag maak of breek. Françoise, dit is inderdaad maak of breek vandag. Die besluite wat ons vandag gaan neem met die begroting gaan vir ons nie net hierdie jaar van uiterste belang wees nie, maar die gevolge daarvan gaan ons vir jare en jare dra. So dis inderdaad 'n maak of breek begroting. Nou ontleders met wie ons gesels het sê aan die een kant natuurlik het die ekonomie bitter dringend groot geld nodig. Ja. Nie net vanweë COVID en die inperking nie, maar mens moet onthou Namibië se ekonomie was voor COVID al in die moeilikheid gewees. Ja. En met die regering wat die besedingsrieme fyn gesny het en probeer konsolideer het en die resessie en toe nou nog COVID daarbo op nie. So aan die een kant gaan ons verskriklik baie geld moet spandeer. Aan die ander kant, mense het hulle werk verloor. Besighede het die geld nie. Verbruikers kan nie koop nie. So jou inkomste vir die regering is, ek praat van platsak. Daar gaan bitter min inkomste wees. Om daardie ding te gaan balanseer, nee, die enigste manier wat ons dit gaan regkry, is ons gaan met 'n massiewe, hulle praat van 'n ongekende groot begrotingstekort sit. Minstens dubbel die van verlede jaar, minstens. Ja. En dan is die volgende dilemma, nou gaan ons met 'n begrotingstekort van sê maar minstens 17 miljard sit. Nou hoe te heng gaan ons dit finansier? Ja. Ons skuldvlakke is reeds gevaarlik hoog. Ons het rommelstatus. Ja. Ons plaaslike aptyt om dit binnelands te finansier is omtrent versadig. So dit is 'n ongelooflike belangrike begroting en inderdaad waarskynlik die moeilikste begroting wat Namibië al ooit in sy lewe. Ek is baie bly ek staan nie in die skoene van die finansies minister vandag. Ja, ek sien hierdie foto wat ons van hom op die voorblad het. 'N mens kan ons nou maar min sien met die met die masker. Met die masker, maar hy lyk maar vir my groot oog. Hy lyk vir my baie groot oog, ja. Maar sterk aan hom. Ja. En ja, shoo. May the force be with us. Dan gaan ons na ander slegte nuus toe. Die lorrydrywers en COVID-19, daar is 'n vreeslike stigma wat aan hulle kleef. Dit is 'n groot en meneer Harold Schmidt, die sekretaris-generaal van die logistiekvereniging van Namibië sê, "Sjoe, daar moet maniere gevind word dat hierdie lorrydrywers nie uit hulle kajuite hoef te klim nie." Absoluut, ek stem saam daarmee. Om die te voorkom dat die virus versprei word. Maar dan was daar nou hierdie naweek twee stoute lorrydrywers, die Komma-streekse polisiebevelvoerder, kommissaris Joseph Shikongo, het gister aan ons gesê van twee wat uitgeglip het. Een het by sy meisie gaan slaap en die ander een, verstaan mens nou half, hy het vir hom 'n kombers gaan haal by sy huis. Want ja, dit is
bitter, bitter dit koud. Dit is ontzettend koud. Ja. Maar die moeilijke gevolgen wat dit kan veroorzaken is schrikwekkend. En ja, ja, ek weet, is een moeilijke tijd voor hulle, maar ons gaan eenvoudig draconisch bij die rails moet bly. Want hierdie economie kan eenvoudig niet nog een inperking of een lockdown bekostig nie. Ons kan nie. Dan gaan ons naar bladzij 2 toe, ander story wat ek gedoen het. Politie lê beslag op 60 bokse drank. Shoo. Die mensen bly dors. Waar bere hulle dit? Hulle bere dit in Pol 7. Dis baie belangrik hierdie wat die politie gister, Shikongo gister aan ons verduidelik het. Die politie drink dit nie self op nie, sê hy. Hy sê, hy het vir die politiebeamtes gesê, geen gebruik van drank in hierdie tyd nie. Mm. En as die publiek sien dat politiebeamtes drank gebruik, asseblief rapporteer dit. Ja. So dit is so'n stoorkamer by die Windhoekse politiekantoor. Hy het die media soen toe gevat. Ons het gaan kyk hoe lyk dat. Dit is oorvol. Is dit? Waar hulle hierdie 60 bokse drank gaan bere, weet ek nie. Kyk, dit is alles waar op een slag... kan my enige tyd. Alles waar op beslag gelê word, soos ander goed, TV's, buitebande, rekenaars, die ding is vol. Alles word daarin gestoor. En daar word natuurlijk register daarvan aangeneem, en dan natuurlijk wil mense ook weet nou wat gebeur met die drank. Ja. So hy het in ons verduidelik, as die drank sy vervaldatum bereik het, dan word het baie hartseer uitgegooi. Ja, en andersins word het op een veiling gesit, openbare veiling, dan is het daarom weer inkomste vir die staat, waar die staat wel nodig het. Want hy het vrek baie sonde belasting beloof. Ja. Dis een van meneer Shimi, of minister Shimi se probleme, is daai sonde belasting gat, omdat ons nie mag drink nie. Ja, ja, ek wil net gaan verwys na die foto's hier onder op bladsy 2. Hier was nou jongetjies wat die naweek by 'n vulstasie op Utsjoe, die hele vulstasie is daar meen en een ongeluk gehad het. Ja nee, ek weet nou nie wat er daar gebeur nie, ons wacht nog, maar die pompe is heel uit die grond uitgerei. Ja, dit is so'n stukkie humor vir in hierdie moeilike tyd. Een mens moet bly lag. Ja, maar ja, ons gaan na bladsy 3 toe. Besighede struikel onder corona-impak. Ja, dit is, en ek dink hulle het fantastische werk daar gedoen. Kort na die inperking aangekondig het en mense begin sê het, maar hier gaan nou groot moeilikheid kom, is die Namibiese Statistiek Agentskap een opname begin, sodat ons die idee kan kry van wat gebeur wanneer die hele ekonomie, basis die hele ekonomie, tot stilstand geruk word. En hulle het vinnig gedoen, die uitslaa is bitter vinnig bekend, maar ja, dit is inderdaad een riller. Dit wys vir ons onder meer dat amper 64% van besighede waarna die NSA gaan kyk het gesê in die inperkingstyd het hulle meer as die helfte van hulle inkomste verloor. Nou, dan, dit is waar die probleem nou vandaan kom met 'n werkgewer wat sy inkomste met 50% gesny word en wat doen hy nou? Leer hy mense af, ja. Verlaag hy hulle salarisse, of maak hy eenvoudig toe. Ons weet, honderde mense het reeds hulle werk verloor. Ja, ja. Ek dink, die mense wat nog nie salaris verlagings moes aanvaar het nie, is baie gelukkig. Ja. Maar NSA statistiek wys bijvoorbeeld, interessant dat vervaardigers sê, 100% van vervaardigers het gesê, hulle is seer gemaak. Visserye 78%. Groothandel 92%. Want jy kon net jou basiese goed gaan koop het. Ja. So dit is 'n geweldige... Hotelle en restaurante 97%. En ons het die gevolg daarvan gesien met die safari. Ja, ja. Ons het die toerismebedrijf in die algemeen groot afleggings, mense wat toemaak,
En dit is een van die groot sektoren wat ons vanmiddag baie fijn gaan doppen in die begroting, ja, om te zien of daar een getekende stimuluspakket specifiek vir toerisme beskikbaar is. Jezus, dit is baie hartseer. Dit is bitter hartseer. Ek het die naweek ook gesien wat ek plek gaan besoek, ja, het. Uf, dit is, ja, dit breek my hart. Ons gaan naar die tweede story toe, bladsy 3, stappen bij COVID-drijvers stoppen. So, een handelsbank op Walvisbaai moes waar een COVID geval hulle besoek het, sê hulle die personeel van daardie dag vervang in die gebouw moes ontsmet word. Ja, ja. Ja. Kom ons blaai gaan verder in die koerant. Bladsy 5, die droogte in die Noordweste is nog nie verby nie. Dit is die ding nie, mense dink, omdat ons sulke fantastische reën gehad het, die meeste van ons, dat ons hier die goeie reënjaar gehad het, maar daar is wel mense wat nog bitter swaar kry. Die Noordweste lyk verskriklik nog, en natuurlijk gaan mensdierkonflik, gaan net die hoogte inskiet daar, ons weet reeds van leeuws wat vergiftig is, diere wat gestroop is, ja. Op die Sportblad is een baie, baie interessante artikel oor ons oud rugby kaptein Jacques Burger, wat uitgesproke is oor die toekomst van rugby in Namibië. Hy sê, daar word glad nie gesoek na, hy sê, ons land het soveel talent, maar daar word nie in die skole gesoek na nuwe talent nie, daar is absoluut geen ontwikkel nie. Hy spreek ook sy kritiek uit oor die bestuur van Namibië Rugby Unie. Ja. Baie dankie Jo Marie, ons hoop jy het 'n wonderlike dag met hierdie begroting en alle sterkte vir jou. Baie en die finansies minister, vooral vir hom, en ja, natuurlijk, ons saai vanmiddag die begroting levendig uit op Republikeinse Facebook blad, natuurlijk ook die ander koerante in NMH, so Facebook blaaie, so jy kan het daar volg, en ja, ons sal vir jou die kruks van die nuus, ons sal vir jou op hoogte hou. So jy kan vandag regstreeks die begroting dophou. Goeiemôre, nou op die lyn het ons 'n spesiale gas vandag. Ons gesels al die pad na Nederland, in Utrecht specifiek met Joris Cornelissen. Goeiemôre Joris. Goeiemôre Danny. Nou Joris, vertel ons bietjie, julle het hierdie projek waar julle Nederlandstalige skooliere eintlik in verskillende lande ook bietjie leer oor ander lede van ons groter taalfamilie, en dit sluit ook Afrikaans in, en buiten natuurlijk dan nou die Nederlands uit Suriname en die Caribiese eilande. Hoe, waar het die projek begin, en wat is julle doel daarmee? Ja, allereerst, dankie vir die uitnodiging. Ek sal Nederlands praat. Ja, ons vindt het bij wij vinden dit belangrijk om een zaadje te planten voor Afrikaans in Nederland. Omdat, ja goed, we zijn zelf enthousiast over de taal vanwege de gelijkenis tussen Afrikaans en Nederlands. We merken ook dat de afgelopen decennia er weinig aandacht geweest is voor Afrikaans in Nederland. Ook andere Nederlandstalige landen zoals België en Suriname. We vinden dit jammer, dus we hebben, wij willen meer aandacht voor Afrikaans krijgen, omdat we ook merken dat veel mensen in Nederland die Nederlands als moedertaal hebben, daar enthousiast over zijn. En waar moet je dan beginnen is vooral bij de jonge mensen, bij de leerlingen op de hoërscholen. Dit is zo, daarom hebben wij het idee gekregen om een digitale lesbrief te ontwikkelen. Vooral over Afrikaans. Het grootste deel van wat wij noemen de digitale lesbrief is over Afrikaans.
Maar daarnaast hebben we ook aandacht voor varianten van het Nederlands buiten Europa. Vooral het Nederlands in Suriname, in Zuid-Amerika. Maar ook op Nederlands-Caribische eilanden zoals Curaçao, Aruba. Vertel ons bietjie, julle skoolstelsel is bietjie anders dit. Jy sê dis gerig op die middelbare skole, 6A8 klasse. Waar precies pas dit in julle onderwijsstelsel? Ja, zo op dit moment is het nog een, zoals we zeggen, een proef, een pilot. We hebben nu 10 scholen, moet ik zeggen, in nogmaals Nederland, België, Suriname. Er zijn alles bij elkaar 20 klassen, dus meer dan 400 leerlingen. We hebben nu een pilot gedaan om uit te proberen hoe het werkt, of de leerlingen enthousiast zijn, of de docenten enthousiast zijn. En de terugkoppeling, de terugvoer die we hebben gehad, was zeer, zeer positief. En we hebben dus ook besloten om de pilot, om de proef verder te vergroten. Kijk, de stip aan de horizon, zoals wij dat in het Nederlands zeggen, is dat wij hopelijk ergens in de toekomst standaard in als onderdeel van de lessen Nederlands aandacht kunnen krijgen voor Afrikaans. Dat is nu nog niet standaard, maar we proberen met deze pilot, met deze proef, proberen we dat uiteindelijk toch gerealiseerd te krijgen. Joris, die teendeel, en ek wonder of jy dalk met collega's in Suid-Afrika en dalk ook Namibie daaroor gesels. Dus ek dink is wonderlik dat studente wat Nederlands is, 'n bietjie leer oor Afrikaans of die geleentheid kry. Maar ons het baie skoolkinders wat Afrikaans neem. So ek weet in die ou dae het kinders op skool 'n bietjie leer in Nederlands geleer. En hoekom kan ons dit nie weer doen nie? Of dink jy dit is die droom is te groot? Nee, jouw dromen moeten altijd groot zijn allereerst. En die is bij ons ook groot, is bij mij ook groot. Dus ik denk dat dat ook zeker is iets om naar te streven. Wat mij heel positief maakt, ik kom regelmatig in Zuid-Afrika. Ik ben helaas nog niet in Namibië geweest. Wat ik merk in Zuid-Afrika, maar ook in Nederland en België, is dat mensen erg enthousiast zijn over taal. En omdat zij... Dat kan zijn over Nederlands en Afrikaans, maar nogmaals, de talen hebben zoveel mooie overeenkomsten. Dat is heel erg waardevol. Wat mij heel erg enthousiast maakt, is dat veel mensen worden daar ook, zijn enthousiast over taal, over hun taal. En willen graag ook uitreiken naar, in dit geval, naar Afrikaans. Dat geldt niet alleen voor gewone mensen, maar ook vooral docenten Nederlands zijn erg geïnteresseerd om meer te weten over Afrikaans. Dus wij proberen ook de komende jaren, en hopelijk gaat dat lukken, om ook docenten uit te wisselen. Tussen Nederland en België bijvoorbeeld en Zuid-Afrika en Namibië. Dat is heel ambitieus. Maar nogmaals, je moet je dromen moet je niet te klein maken. Nogmaals, er is wel draagvlak voor dit soort mooie ontwikkelingen. Inderdaad, ons moet groot droom. Joris, ek het 'n laaste kort vraagje vir jou. En COVID-19 het ons in elk geval nou reis oor die hele wêreld ingeperk eintlik. So, 'n mens hoop, jy sal wel vroeër as wat jy dink weer Namibie of Suid-Afrika toe kan kom. Maar moet ons nie gewoon raak aan ander planne om maar met mekaar te praat as om heen en weer te vlieg nie? Ja, ik denk dat wat dat betreft ons product, de digitale lesbrief, komt op het juiste moment. Hè, in deze tijden van COVID-19 of zoals wij in Nederland praten van corona, geeft aan dat ook digitale communicatie steeds belangrijker gaat worden. Dat biedt denk ik ook heel veel mogelijkheden. Mogelijkheden om contact te leggen tussen mensen die zowel Afrikaans als Nederlands praten. En nogmaals, het mooie is, ik praat nu rustig Nederlands. En ik ga ervan uit dat dat voor jullie toch goed te verstaan is. En dat is heel bijzonder.
Joris, het was baie lekker om met jou te zelfs sterkte met jullie project. En het is heel leuk wat jullie doen. Baie dankie, Dani. Het was Joris Cornelissen, alipad uit Utrecht. So onthou, vandag is die begroting. Al ons kijkers kan rechtstreeks op Republikein se Facebookblad die begroting vandag volg. Tot ziens en geniet die dag. Wat is COVID-19? COVID-19 is 'n nuwe siekte wat jou longe en lugweë aantas. Dit word deur 'n coronavirus veroorsaak. Wat is die simptome? Hoes, koors, minstens 38 grade Celsius en kort asem. Onthou, maskers is vir gesondheidswerkers en mense wat reeds siek is. Maak seker inligting wat gedeel word, kom van 'n betroubare bron af. Moenie opgaar nie, winkelvoorraad sal wel aangevul word. Inentings teen longontsteking beskerm jou nie teen COVID-19 nie. COVID-19 kan nie deur muskiete oorgedra word nie. Basiese beskerming teen COVID-19. Was hande gereeld. Maak hande gereeld en behoorlik met handreiniger of seep en water skoon. Bly op 'n afstand. Bly minstens 'n meter van iemand wat hoes of nies weg. Moenie aan jou oë, neus en mond raak nie. Hande raak aan baie oppervlakke en kan virusse optel. Wanneer jou hande besmet is, kan die virus na jou oë, neus en mond versprei. Nies en hoes in 'n sneusie of in jou elmboog in. Bedek jou mond en neus met jou gebuigde arm wanneer jy hoes of nies. Gooi die sneusie dadelik weg. Feit of fiksie? In die sosiale media word mites versprei oor hoe mense die nuwe koronavirus kan stop of hoe om COVID-19, die siekte wat dit veroorsaak, te behandel. Hier is 'n paar feite om die kaf van die koring te skei. Met betrekking tot oordrag, fiksie. Die nuwe koronavirus kan deur muskietbyte en in Chinese kos versprei word. Die feit is nee. Die nuwe koronavirus is 'n respiratoriese virus wat hoofsaaklik deur druppeltjies van 'n geïnfekteerde persoon versprei word wat hoes of nies of uit asem is of deur druppeltjies speeksel of afskeiding van die neus. Beskerming. Fiksie. Om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel sal keer dat jy met COVID-19 geïnfekteer word. Feit nee, daar is geen bewyse om gereeld jou neus met 'n soutoplossing uit te spoel jou teen die siekte gaan beskerm nie. Daar is geringe bewyse die gereelde spoel met 'n soutoplossing kan sommige mense help om vinniger van 'n gewone verkoue te herstel, maar dit voorkom nie lugweginfeksies nie. Fiksie. In die sosiale media word daar ook beweer deur jou hele lyf met kloor of alkohol te bespuit, jy jouself teen infektering kan beskerm. Nog iemand beweer deur met bleikmiddel te gorrel of reuse volumes water te drink, die virus op 'n manier uit jou lyf gewas word. Die feite hier rondom is, daar is geen bewyse om die beweringe te staaf nie. Goeie higieniese praktyke, soos om gereeld jou hande te was en noue sosiale kontak te vermy, kan help om die risiko van infektering te verminder. Fiksie, handdroërs kan die nuwe koronavirus doodmaak. Die feit is nee, geen handdroër is doeltreffend teen COVID-19 nie. Maar om gereeld jou hande met 'n alkoholgebaseerde handontsmetmiddel of met seep en water te was, is wel.
skoon hande moet baie deeglik met 'n skoon handdoek of 'n ligdroër droog gemaak word. Fiksie, koue weer, warm weer, sneeu, om knoffel te eet of 'n warm bad kan help keer dat mense met COVID-19 geïnfekteer word. Die feit is, daar is geen bewyse dat COVID-19 deur weersomstandighede en seisoene geraak word nie. Die beste manier om jouself te beskerm is om jou hande gereeld te was en kontak te vermy met persone wat wel geïnfekteer is. Op die manier kan jy virusse vernietig wat moontlik op jou hande sit en 'n infektering verhoed wanneer jy aan jou oë, mond en neus raak. Fiksie, jy moet altyd 'n masker dra as jy buite is. Die feit is nee, mense wat gesond is, die wat geen simptome van COVID-19 toon nie en nie met die siekte gediagnoseer is nie, moet net 'n masker dra as hulle iemand versorg wat 'n vermoedelike of 'n bevestigde COVID-19 pasiënt is. Maskers is net doeltreffend as jy hoes of nies en jy moet jouself isoleer. Dit is ook net nodig in kombinasie met gereelde hande was en ander gebruike vir persoonlike higiëne. Met betrekking tot die behandeling, fiksie en feite. Fiksie, antibiotika kan die nuwe koronavirus voorkom en behandel. Die feit is, antibiotika werk nie teen virusse nie en slegs teen bakterieë. Dit sal nie enige infektering van die nuwe koronavirus voorkom of behandel nie. Daar is tans geen spesifieke medikasie vir die behandeling van COVID-19 nie. Almal wat geïnfekteer is, kan matige simptome verlig en behandel met medikasie wat oor die toonbank beskikbaar is en wat parasetamol en aspirien vir koors insluit, volgens Reuters.